Goedemiddag en goed dat je kijkt naar een genoeg nieuwe Gepevens nieuwsvideo vanuit het NH-hotel in Zandvoort. Max Verstappen is het raceweekend in Zandvoort benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De Nederlanders staan natuurlijk op het punt het raceweekend hier in Zandvoort te openen. Maar mocht het weekend eerst op een misschien nog wel mooiere manier aftrappen? Ja, dit is waarschijnlijk de enige extra activiteit dus die Max mag doen dit weekend. Want Rebel teambaas Christian Horner ja, die doet er namelijk alles aan om de volle focus op het race te behouden voor Max Verstappen. Ondanks dat het feestje natuurlijk in Zandvoort volop gevierd zal gaan worden, is het raceweekend in Nederland slechts één van de 22 rondes van het kampioenschap. En met dat in het achterhoofd gaat Rebel Racing het weekend in. We gaan Zandvoort met precies dezelfde discipline benaderen als ieder andere race dit jaar. En in vergelijking met een standaard Grand Prix weekend zijn er geen extra activiteiten voor Max. Natuurlijk gaat er rond het circuit veel om hem te doen zijn, maar we gaan proberen om hem in een bubbel binnen het team te houden en om de verwachtingen te temperen. Zo legt Horner uit over zijn plan van aanpak. Op Spa-Francorchamps pakte Verstappen een dominante zege. En dat gegeven, plus het feit dat de Nederlander nu als regerend wereldkampioen afreist naar zijn thuisgrond, ja, leggen de verwachtingen torenhoog. Natuurlijk gaat er veel van Max verwacht worden omdat hij terugkeert als wereldkampioen met startnummer 1 op zijn auto. Ja, we zagen de sfeer vorig jaar en ik denk dat er dit jaar nog een schepje bovenop gaat. Ik denk dat je de druk erop moet houden. En zodra dat verdwijnt, dan begin je fouten te maken. Al dus Christian Horner. En Fernando Alonso biedt voor zijn boordradio over Lewis Hamilton zijn excuses aan. De twee kampioenen kwamen elkaar tegen in Lecombe op Spa-Francorchamps... waarbij de Brit zijn Spaanse collega te weinig ruimte overliet. Nou, Hamilton werd gelanceerd en kort daarna moest hij zijn race staken. Ja, los van de rol van de media natuurlijk, die het nogal hadden opgepakt... vindt hij zelf dat hij zijn excuses moet aanbieden. Ik heb er niet over nagedacht toen ik dat zei. Ik denk dat er op dat moment niet met een beschuldigend vingertje gewezen moest worden, als ik heel eerlijk ben. Het is een typisch eerste ronde incident. We zaten allemaal dicht bij elkaar en in het heetst van de strijd, de adrenaline, maar ook dat ik voor de top drie vocht. Ja, dan zeg je wel zoiets. Maar dat had ik niet moeten doen. Al dus Fernando Alonso. Ja, pakken we nog even de tijdenschema voor dit weekend erbij. Morgenochtend om 10 uur in de ochtend is het natuurlijk tijd voor een gloednieuwe en speciale uitzending van Goedemorgen gp fans Met onder andere Jan Lammers, Tim Coronel. Luc Hartog. En nog een speciale coureur die op dit moment ook op de grid aanwezig is. In de middag is het om half 1 tijd voor de eerste vrije training. En de tweede sessie begint om 4 uur. De derde en laatste vrije training begint deze zaterdag om 12 uur. En om drie uur is het tijd voor de kwalificatie. De race, de Grand Prix van Nederland, begint deze zondag om drie uur in de middag. Pas hem dan het GP fans nieuws van de donderdagavond. Morgen in de ochtend is het tijd voor een gloednieuwe Goedemorgen GP fans uitzending. Wil je dat niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En zie ik je morgenochtend om tien uur. Tot dan! Hoi!